Goedendag, mijn naam is Gerda Hekker. Als voorzitter van Stichting Actiecomité Nune Zelfstandig wil ik u graag even wat informeren. Weet u dat er een spelletje gespeeld wordt door Annemarie Spierings, de gedeputeerde van de provincie, die Nune wil laten annexeren door Eindhoven? Ze is zo aardig geweest om u te bezoeken in Nune, Gerwe en Nederwetten, wel 4 keer. Nou ja, aardig. Helemaal niet aardig. Het is tactiek. In de verslagen van die bezoeken staat de helft niet in. U begrijpt vast wel wat er ontbreekt. Tactiek om u te laten geloven dat ze naar u luistert. Ja, ze heeft wel geluisterd om zaken op te pikken die tegen Nune gebruikt kunnen worden. Tactiek om u te laten geloven dat alles al beslist is. En zij toch geen rekening houdt met de uitslag van het referendum. Alsof het geen zin heeft om te gaan stemmen tijdens het referendum. Grote onzin. Zij beslist helemaal niet. Zij beslist alleen om haar voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten. Provinciale Staten beslist of zij het voorstel zullen voorleggen aan de Tweede Kamer. Maar dat doen zij pas nadat het referendum heeft plaatsgevonden. Vele politieke partijen hebben altijd gezegd dat de gemeentelijke herindeling niet van bovenaf opgelegd moet worden, maar van onderaf moet komen. Oftewel, ze willen weten dat de inwoners akkoord gaan met die gemeentelijke herindeling. Dat moeten we dan maar even bij hen in herinnering brengen. We leven tenslotte niet in een dictatuur, maar in een democratisch land. Het gaat mevrouw Spierings helemaal niet om het wel en wee van Nune en de Nunenaren. Om te scoren in een politieke carrière stelt een dorp als Nune totaal niks voor. Grote steden waar problemen zijn roepen altijd om de hulp van provincie of het Rijk. De kwaliteit van samenleving is in dorpen een stuk groter. Het gaat hier niet om Nune, het gaat hier om Eindhoven. Eindhoven moet groeien. Groei is macht en macht is geld. Zeker voor een burgemeester en raadsleden. De Eindhovense raadsleden bijvoorbeeld krijgen nu al ongeveer 2,5 keer zoveel vergoeding als de raadsleden hier in Nune. Ik kan me daarom goed voorstellen dat er enkele raadsleden zijn in Nune die graag naar Eindhoven willen. Ik denk wel eens, het is all part of the deal. Eindhoven moet groeien. Door alleen Nune te annexeren, zijn ze er niet. Ze hebben dan wel meer oppervlakte, maar ze hebben nog steeds te weinig inwoners per vierkante meter. Het inwonertal moet verder omhoog. En ze vinden vast wel een aantal leuke plekken in het oorspronkelijke Nune, Gerwe en Nederwetten om er duizenden woningen te plaatsen voor hun diverse doelgroepen. Nune zal er zeker niet beter van worden. Nune zal meegezogen worden in de problematiek van de grote stad. Straks is er geen geld meer voor Nune, want de problemen in de stad vragen om prioriteit. Ik weet hoe het voelt om Eindhovenaar te zijn. Bestuurlijk was het te ver van mijn bedshow. Ik was niet meer dan een nummer in het bevolkingsregister. In Nune kom ik de burgemeester tegen. Niet in een dikke auto met donkere ramen en een chauffeur. Hij zegt me gedag. Hij weet ook wie ik ben, omdat hij me eerder heeft gesproken. Ook wethouders en raadsleden zijn makkelijk benaderbaar en staan me te woord. Ook zij weten wie ik ben. En ik ben toch echt geen bekende Nunenaar. Ik heb hier wel het gevoel tot een samenleving te horen. De korte afstand tot de politiek, zoals hier in Nune, zal in Eindhoven zeker niet lukken. Met nu 230.000 inwoners en zeker niet met meer dan 250.000 inwoners. Natuurlijk weet ik ook wel dat het in Nune niet altijd roze geur en maneschijn is geweest. Maar waar is dat wel? In Eindhoven zeker niet. Lees de kranten van de afgelopen maanden er maar eens op na en zie wat je tegenkomt. In Nune, Gerwe en Nederwetten is het zo slecht nog niet. Daar zijn veel zaken goed geregeld. Je wordt ook gehoord. Dat je gehoord wordt wil niet zeggen dat je altijd gelijk krijgt. Dat zou je wel willen, maar er zijn meerdere belangen en het zijn twee verschillende dingen. Maar verwachten dat je beter af bent als Nune met Eindhoven wordt samengevoegd, is echt een utopie. Of nog sterker uitgedrukt, dat is gewoon niet waar. Wat je ook vindt, maak van je recht gebruik en breng je stem uit tijdens het referendum op 10 oktober. Als je daar niet laat weten of je voor of tegen samenvoeging van Nune met Eindhoven bent, moet je achteraf ook niet klagen.
Zeker niet als de uitslag anders uitpakt dan jij hoopte. Zorg dat jouw stem ook geldt. Meer informatie vind je op de website van de gemeente www.nune.nl en op de website van het actiecomité www.nunezelfstandig.nl. Ik wens iedere inwoner van Nune, Gerwe en Nederwetten de samenleving die hem of haar past. Dank je wel.